eventjes voor veel mensen toch wel moeilijk, maar wij, ja, wij moeten natuurlijk samenwerken en dus. Wat heb jij voor? Nou, dat je soms ook wel eens over zaken praten die dan op een gegeven moment soms niet helemaal kan volgen. En ja, uit Cruyffiaanse carrière rijden we ook een aantal keer verschillende belasten natuurlijk. Maar dan ben ik wel een aparte man. En ook van die uitspraken van hem, ja, ze zijn beroemd geworden. En, ja, heb ik toch wel soms smakelijk een lach. Maar ik moest soms wel eens even van doen. Wat doet het nou? Ik heb het zelf maar gewoon lang bij elkaar net. Nou, ik moet zeggen, Jo was natuurlijk wel jong in de badvoorzonder van. Hij had ook een paar zonder sokken gewoon. Dus dat was niet zo'n punt. Hij is ook wel eens weer gehad hoor. Nee, dat is eigenlijk bepaalde looplijnen en dingen. Dat er niks kun je uitkomen. Maar ja, dat kun je aan de hand afvallen. Ja, dat was met Johan ook zo. Want Johan was vooruit in het voetbal was hij best interessant. En nu best in de regering was hij mooi. Dus, nee, dat is eigenlijk nog een mooie geweest. Mooi zo, dat als we een huisartsen dat jaren later sprak kunnen, dat is een maatregel van de familie. Dus wat dat betreft was het niet alleen maar voetbal, was het geval de mensen interesseert is meespreken. Ja, absoluut, want ik kan nog even in het jaar maar dat heb ik zelf nog meest zelf en ook schrijven was het jaar van ons gegaan. Ja, dat is ook een leuke brandweer in de helft is. Ja, ik had al even contact met Feyenoord, dat het regionaal natuurlijk aangepast wordt. Dat voel je natuurlijk in het lijf aan. Het is gesoberd, zouden we nog wat artiesten optreden, dat gaat allemaal niet door. Het is dus allemaal aangepast, dat wordt al gezegd, ik hou van, we gaan nu stil houden. En terecht natuurlijk, want het is zo'n grote voetbal, want daar moet het al in. Terecht is aangepast, dat zijn dan hij wordt gespeeld om 8 uur. Ja, en gelukkig is Sparta erbij. Hoewel ik begreep met een van mijn vorige gasten dat het dan niet alle Spartanen erheen gaan, dan was het niet echt een. Maar joh, ik vind het wel prachtig. Ik vind het wel prachtig dat Sparta straks van de leerling die ze doet. En als het een beetje mee zit, blijf ik zelfs een ook in. Dus hebben we gewoon lekker 6 tijdens. Lekker dichtbij. Dat zou moeten zijn, hè? Ja, nou, dat hoop ik ook. Want ja, nogmaals, vooral, nog met, ik ben vooral Rotterdammer. En ik wil dat alle drie Rotterdams plus voor de. En ik heb al veel te maken met dit verhaal. 6 jaar geleden. Dus houd terug. Volgend seizoen gewoon weer Sparta in de Eredivisie en dan wordt die wedstrijd gespeeld. En is hij inderdaad van het echt beter, want je wilde hier naartoe wil komen. De uitzending vanuit Panenka zit erop. Sportbouw Panenka, hartelijk bedankt dat jij hier te gast mochten zijn. De sportbouw van Sven Wijk en Wim de Klerk. En ik heb nog heel kort echt tijd, dank jullie wel dat jullie hier mochten zijn. Gaan jullie vanavond de wedstrijd hier laten zien? De zoekbroek en de wedstrijd en vanavond op tv of al het Sportfilm Festival Rotterdam. Dus dan ben je gratis de wielerfilm The Greatest Show on Earth. Want hier draait het allemaal altijd om sport. Absoluut, ja, sport en de leven. Kijk, nou, dat is de combinatie waar iedereen zich volgens mij wel in kan vinden. Jongens van Sportbouw Panenka, dank jullie wel. Deze uitzending zit erop, maar lekker voor mij. Vanaf Bob van Brugge, mee Bob Hoogkamer.
samen natuurlijk. En die was ook, dank jullie wel allemaal. Goedemorgen, middag aan de maat.